zitten regelmatig in de zomer buiten. En als het slechte weer gaat worden of regen, dan heb ik het idee, dan moet ik gewoon naar binnen. En nu met zo'n overkapping is het gewoon ideaal. Dat is het. We hebben nu gewoon twee plekken in de tuin. Eentje in zit gedeelte voor als het goed weer is in de zon. En een gedeelte gewoon als het minder weer is. Ik vind dat gewoon prettig om het van tevoren gezien te hebben. En iets kopen alleen maar van een plaatje vind ik gewoon te weinig. Je moet op een bepaald, vind ik, een gevoel hebben dat je in een zaak komt die degelijk is. Het feit dat er gewoon zoveel potentiële klanten daar aanwezig waren en ook zoveel mensen die in de, ja, de service achter de balie in ieder geval al je vragen kunnen beantwoorden, geeft in ieder geval een goed gevoel. Wat ik voornamelijk wilde was dat ik wilde materiaal zien, voelen, kijken wat zijn mogelijkheden voor verlichting. En het verschil gewoon zien tussen, laten we zeggen, modern en wat ouderwetser. Want die twee keuzes waren er. De levering, ze zeiden in ieder geval bij aankoop van ongeveer 2 weken moet je aanhouden. En daadwerkelijk, volgens mij was het binnen 10 dagen al, kwamen ze dat brengen. Want die zeggen niemand dat ze in ieder geval van tevoren kreeg je al bericht op die datum of dat gewoon uitkwam. En volgens mij ook nog op de dag van levering ook nog eventjes. Mensen waren, ja, de vrachtwagen kwam hier gewoon bij de poort aan. Ze konden gewoon alles makkelijk gewoon afleveren. Wat mij opviel was in ieder geval wel dat materiaal was goed verpakt tegen beschadigingen. Echt, dat is... Op nu heb je aardig wat afval. Dat is de prijs, ja. Maar het was allemaal gewoon heel goed ingepakt. Toen alles hier in de binnentuin in ieder geval zat, toen ben ik eerst gewoon begonnen met gewoon te kijken van wat heb ik allemaal. En gewoon de beschrijving gewoon eventjes heel zorgvuldig nakijken. Daarnaast gewoon ook eventjes gewoon montagefilmpje van... maximaal gewoon even bekijken en ik wil zeker wist van hoe moet ik starten. En dan was het gewoon wachten op een mooie dag samen met een vriend. We zijn dat zaak gaan opzetten. Als je dat gewoon eenmaal door hebt en de eerste palen staan, dus dwarsligger, 2 staanders en een dakspand, dan is het daarna is het eigenlijk simpel. En ik denk, als je het nog een keer moet doen en je weet van, god, dat zijn de kritische kanten en daar moet je op letten, dan is het denk ik zelfs gewoon binnen een dag prima te doen. Eten vind ik zelf bijvoorbeeld s'avonds buiten eten, onder de overkapping, gewoon prettiger dan helemaal zonder iets. En als het dreigt wat slechter weer te worden, dan is het gewoon daar gewoon prettiger. Dus voornamelijk die dingen. Het is in ieder geval niet zoiets van, god, we gaan daar verwarming of zoiets buiten zetten. Dat hoeft niet. Maar het houdt wel in ieder geval tot je ongeveer van voorjaar tot dik in de herfst in ieder geval mogelijkheden zijn als het weer toelaat om buiten te kunnen blijven. Ja.